Let op. Grof taalgebruik. Zet uw speakers achter. Oké. Kijk hier, dit is het tweede filmpje al. Zoveel foto's zijn er nog niet genomen. Tweede filmpje. We gaan hier even jullie een rondleiding geven. Kom op. We gaan gewoon naar een superhuis. Ja. We waren overigens ergens blij dat ze ook iets voor ons hadden op bijstandsniveau. Ja, dat waren we wel heel erg vrolijk om. Ja, kijk hier, hoe je ziet, man. Dat is toch gaaf? Nou moeten we dit jaar niet vergeten dat we die hebben. We hebben daar een tas. En vorig jaar waren we die vergeten. Dus dan hebben ze met een kratje bier hebben ze lopen sjouwen of de plaza naar het huis. Het is gewoon een boodschappentas. Is dat ja, op wieltjes. Wieltjes? Ja. God, we zijn toch in 80? Ja, maar als je met een kratje bier moet gaan sjouwen de hele tijd. Oké, ik denk dat dit echt... laten we gauw verder gaan. Ja, dit is het toilet. Oeh, ik had hier zitten scheiden. Dit is echt... Ja, sorry, McDonald's. Nou, heel interessant. Ja, dat is maar gewoon even kijken. Met een spiegel zit er gewoon in, hè? Een spiegel? Nou ja, die kan ook nog voor pas komen, denk ik. Niet. Ja, en dan hebben we hier de grote woonkamer. Hier heb ik een mooi overzicht. Ja, hier heb ik een spiegel. Onze eettafel. Tafel. We hebben daar onze zithoek. Kijk naar de voordeur. Voor degene die het opgevallen is, we hebben bijna hetzelfde huisje als vorig jaar. Ja, ik weet niet hoeveel het is. We hebben gewoon de tv op de standaard plaats. We hebben twee lelijke barmannen. Ah, nee, wacht. Jongen, nee. Ja. Ja. Ah, we hebben ook nog een bloedhond. Ja. En hoeveel is er nog over? Hier al Brian, ik denk je gaat even zo. Maar goed. We hebben het voor het belangrijkste volgehouden. Dit werkt niet te dik op zijn kant. Zo niet. Nou, op de film zie je het al zo, ja? Gewoon zo houden. Oké, ik denk wat een kutfilmpje, hè? Het wordt geen Oscar, dat merk ik wel. Oh, het wordt geen Oscar, maar dat maakt niet uit. Nee, joh, dat wordt er niet langer dan 10 minuten, hè? We moeten gauw doorlopen. Oh, we gaan door. Aanhaalballen. We hebben hier een dikke mijnkamer, gaan we niet te veel naar kijken. Oké. Krijgt het tyfus. Straks valt de glijmiddel op, niet laten zien dik. De glijmiddel? Ben ik vergeten. Die heb ik nog in mijn koffer zitten. Ik wil in mijn koffer zitten. We hebben reserves, dat is goed. We hebben hier de kamer van Bart en Mark. Oké, dus nu gaan we even over het bed heen ejaculeren. Zo, even vol schijt. Hey, we hebben maar nog een paar minuten, dus we moeten doorfilmen. Ja, we gaan nu door. Wat een kutkamer. Ja. Ja, hebben wij hier ook een badkamer. Wacht even, er is nog een tweede bad. Hè? Oké. Dat is voor het raampje, denk ik. Ik geloof dat vanuit de deur, want het veel te groot is. Hup. Ja, er zit hier ook weer een plein. Weer een plein. Belangrijk. Pot. Belangrijk, twee potten, lekker skijten. Oké, we moeten toch echt met iets beters komen, want het is nog niet echt interessant filmpje. Ja, maar het gaat gewoon op het BMW's, weet je, kijk hier ook. Dit is de plek waar Os geloof ik zijn kamer gaan uitslapen. We kennen die tv gewoon jatten. Zeg jij hier ook? Oké, als we op het juiste moment binnenlopen, zien wij straks dat Os Ronald in zijn naadje aan het nemen is. Oh, ik dacht dat er twee Duitsers waren. Ja, dat waren ook twee Duitsers. Joh. Zo. En wat is dit? Dat is nog een douche. Nog een douche? Godverdomme. Ja, lekker godverdomme. Gelijk motordouche, hoppatee. Nou, belangrijk. Ik denk dat er nou al 400 man weggeklikt is. Nee, ja, dat maakt mij geen reet uit, jongen. Dat is echt waar. Ja. En hier ligt Brian in zijn eentje. In zijn eentje nog wel. Brian is een beetje ziek. Die is heel veel moeten poepen. Die moet echt heel veel poepen. Die is een dunne poep. Die gaat echt heel veel poepen. Heel hard en een beetje hoge druk poepen. En daarom heeft hij twee bedden in zijn eentje. Want als hij de een vol opgescheten, kan hij een andere. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Waar komt het nou voor dat hij in de dun is? Seks met Duitsers of zo? Of? Ik mag het niet doorvertellen. Daarom zetten we het op internet. Volgens mij heeft hij AIDS. Nee, voor mij heeft hij super-eet. Super-eet. Ja, hij heeft super-eet. Zeker wel. Nou, maar moeten we nog even gauw buiten kijken. Buiten. Ja, we hebben net al bij die Duitsers. Ja, maar dat is door een raam. Je moet hier even kijken. Hey, hier zitten we buiten. We gaan met z'n allen nog voetballen ook, hè. Bartje. Hallo. Ik vind ook dat het meertje er even op moet. Ja, ren jij even naar het meertje dan. Ja, ik heb mijn schoenen namelijk niet meer aan. Ja. Hij stel dat jou ook mijn file apen neuken, zo was het meertje ook alweer. Ja, daar was het.
Daar is het meer. Oké, okay, het meer. Het grote meer. Is er nog een tromrol voor de ronde monteren? Tweede Como. Tweede Como. Oké. Okay. Mag dus niet zwemmen. Dat is duidelijk. Nou, persoonlijk was ik nou niet echt enthousiast, maar het is meer een sloot waar een fabriek op een rotzooi dumpt. Gaan we weer terug. Dus, tot zover. Alex, moet er nog een slotwoord komen of niet? Ja, die dikke. Moet er nog een slotwoord of niet? Of was dit hem? Voor de rest is niks spannend hier, maar we kunnen hier voetballen. Maar we zijn net binnen. Ik denk toch wel dat iedereen al lang weggeklikt is. Dus. Nou, oké. Okay. Voor degenen die hier nog zijn, we gaan alvast een geheimpje gaan we vertellen. Ja? Oké. Okay. Ze gaan straks met z'n allen een boortoren bouwen. Want het zijn allemaal nichten, het zijn allemaal kuthomo's. Hey, wacht even, ik doe ook mee. Die Bart. Bart is echt fucking gay. Ja, gewoon kuthomo is het. Ja. Sloerie, sloerie. Dus, maar oké. Okay. Ja, nou, en die is in de tunnel omdat, omdat het hard in zijn reet geneukt is. Super AIDS. Super AIDS, AIDS. Ja, ja. Hey, ik wens jullie allemaal veel plezier. Ja, wij jou geniet nog even van de foto's. Ja. Wij jou niet, hoor dat dan. Klootzak van de Maas. Hey, ik spreek voor de kijker. Dik Maas tussenbaas. Ja. Ja. Dus. Nou. Ja.